sportcomplex in Deventer. We hebben een ijscomplex en we hebben aan de andere kant nog een zwembad. Met daarna nog sporthallen waar dus allerlei sporten worden bedreven. In samenwerking met raadgevend adviesbureau Verwij is er een systeem ontwikkeld op basis van een Capstone microturbine voor de energievoorziening van zowel de Schech, de ijsbaan de Schech, als ook het zwembad, het subtropische zwembad. Voor onze technische installaties hebben we nog heel veel energie nodig, zowel gas als elektra. En we verbruiken op jaarbasis toch rond de 3 miljoen kilowattuur aan elektra en ongeveer 1 miljoen kuub aan gas. We hebben voor onze warmtevoorziening hebben we een warmteopwekking qua cv-ketels. En voor de koelinstallatie staan de grote compressoren om te koelen. En we hebben een capstone turbine die we gebruiken voor een extra stukje warmteopwekking en terugwinning. Het model capstone wat hier geïnstalleerd is, betreft hier een C200. En de reden waarom er voor de C200 gekozen is, is het goede rendement, goede elektrisch rendement van 33%. Waardoor er een vrijstelling van je energiebelasting verkregen wordt. En we maken gebruik van een bypass systeem, waarbij je dus in een drietal modus gedraaid kan worden. Alleen op elektriciteit, alleen op warmte of een combinatie daarvan. En wij doen dat door middel van een ventilator, een industriële ventilator, die als het ware de warmte over de warmtewisselaar trekt van het systeem, waardoor je ook een hoger thermisch rendement verkrijgt. De reden dat er uiteindelijk voor een C200 is gekozen is dat de C200 80% van de energiebehoefte voorziet. Dus 80% elektrisch. En de warmte die kan 100% het hele jaar door benut worden. We hadden een bestaande WKK, die stond er al een jaar of 17, zolang als dit pand hier ook is. En die is defect geraakt. De oude WKK was nog wel vrij storinggevoelig, vergt heel veel onderhoud, kostte ook nog wel behoorlijk wat geld. Toen heeft er een tijdje niets gedraaid en sinds 2 jaar, na diverse onderzoeken, is besloten voor een eigen energieopwekking. Men heeft ook nagedacht over zonneboilers, houtverbranding, biogas, bioolie. Maar doordat het logistiek gezien allemaal te complex zou zijn, heeft men besloten om toch op een aardgassysteem te gaan draaien. De keuze is uiteindelijk gevallen voor deze turbine, omdat wij de voorzieningen de plaats al hadden. De voorziening van gastoevoer was er allemaal, de koppeling naar het elektriciteitsnet was aanwezig. Wat ons ook meer heeft gespeeld in het kader van de groene energie, dat deze emissieuitstoot heel laag is van deze. De totstandkoming van en het realiseren van dit project hebben we in samenwerking gedaan met BioPlus en met BTV Nabos en nog een andere adviseur. En de samenwerking is goed verlopen. De voorbereiding heeft heel veel tijd gekost en ook heel veel energie. Maar we zijn met elkaar tot een goede keuze gekomen. We hopen dat veel minder onderhoud vergt en dat die minder storinggevoelig is. Daar gaan we in ieder geval vanuit.